Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high-end soul-aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 112, diepgangacceleratie als kompas. Ontgrendel je next level ondernemerssucces. Vraag aan jou. Voel jij die innerlijke roep naar meer? Voel je die, zeg maar, fluistering van je ziel die je niet langer kan negeren? Ja? Nou, dan zou ik zeggen welkom, want dan ben je precies waar je moet zijn. Dit is podcast 112 van mijn Shift naar Energy Joy en Daar Voorbij serie. En vandaag onthul ik het geheim achter ware doorbraken in zowel je leven als je business. We duiken in het hart van diepgang. Een concept dat absoluut veel en veel verder gaat dan, zeg maar, dat standaard middenmootverhaal en het oppervlakkige. En wat de sleutel vormt tot een bestaan vol overvloed, succes en ware vervulling. Dus mijn vraag aan jou, ben je klaar om die 13 in een dozijn middenmoot keihard te overstijgen en je ware sterrenstofpotentieel te omarmen? Op het high-level niveau dat het verdient. Ja? Nou, dan zeg ik, zet je schrap, want deze aflevering gaat jouw wereld op zijn kop zetten. Vergeet dus even alles wat je dacht te weten over succes en maak je klaar voor een energetische reis die je dichter bij je ware essentie brengt, dichter dan ooit tevoren. Dit is jouw moment. Jouw kans op transformatie begint wanneer? Nu. Nou, welkom bij de versnelling, de acceleratie van diepgang voor business succes. Welkom bij de toekomst van jouw leven en onderneming. Of ik moet eigenlijk zeggen, de potentiële toekomst. Maar daar vertel ik zo meer over. Dit is niet zomaar een podcast. Dit is een oproep. Een oproep aan jouw ziel. Dus luister en voel met me mee. Podcast 212. Diepgang acceleratie als kompas. Ontgrendel je next level ondernemerssucces. Yes, nogmaals van harte welkom bij podcast 112. Ik wil deze podcast kort, maar krachtig maken. Want het gaat om één sleutelaspect in succesvol zijn in je leven als je business. En dat sleutelaspect is diepgang. De show notes vind je trouwens op www.lisettelucas.com/212. Maar terug naar die diepgang. Nu vraag je je misschien af, oké, leuk Lisette, maar wat bedoel je met diepgang als we het hebben over leven en business succes? Nou, dan zeg ik, goede vraag, want diepgang begint met het stellen van vragen. Vragen stellen over de zin van het leven, de zin van het bestaan en alles wat er, zeg maar, bij wordt en doorheen en omheen stroomt. Dus inderdaad, uiteraard ook vragen over je business. En nu denk ik misschien meteen, oké, leuk vragen, maar moet ik dat dan hardop zeggen of in mezelf? Nou, dan zeg ik ja en nee, want wanneer je met mij in zee gaat en in mijn intuïtief en energetisch ontwikkeltraject stapt of in mijn next level business traject, dan leer ik je om volledig zelfstandig, ja, dit is heel belangrijk, dan heb je mij niet meer nodig, dan leer ik je om volledig zelfstandig in die allerdiepste lagen te werken. Zowel in die stilte als hardop. Want het mooiste is, en sla dit alsjeblieft op, wanneer het voor jezelf kan, dus wanneer je het zelf beleeft en doorleeft, dan kan je het ook voor een ander, en sterker nog, dan kan je het ook bij een ander in beweging gaan zetten. En daar ontstaat dus die meerwaarde die je voorgoed gaat onderscheiden van die 13 in een dozijn, ik zeg copy-paste middenmoot. Hè? Want in die middenmoot doet iedereen elkaar na. Maar wanneer je in die diepgang stapt, ja. Dus wanneer je kunt verbinden met alle niveaus van diepgang in jezelf, in je hart, je ziel, je spirit en uiteraard ook het begrijpen van de mind, dan zul je je volledige sterrenstofpotentieel kunnen omarmen. Dan zul je daarin kunnen stappen en dan zal je je leven en business gaan accelereren naar een niveau, naar een level,
En ik spreek uit ervaring naar een niveau dat je vooraf niet eens voor mogelijk had gehouden. En wat gebeurt er dan? Nou, dan kom je in verbinding met wat ik noem het grotere geheel. In verbinding met de oneindige bron van creatie. En van daaruit gaat het als het ware als vanzelf door je heen ontstaan. Heel makkelijk, heel eenvoudig en absoluut zonder moeite, moeiteloos. Ja, dus wanneer je in die moeiteloze frequentie stapt, dan kom je in een flow state terecht. En eerlijk, dit is de manier waarop ik alles doe. En daarom doe ik het dus ook. Kijk maar naar mijn business, naar wat ik neerzet, wat ik heb gecreëerd. Daarom doe ik het dus ook op een manier zoals niemand anders het doet. Daarom zul je ook hetgeen wat ik aanbied, ga maar zoeken. Dit zul je nergens anders vinden. En hoe komt dat? Nou ja, dus heel simpel, wat ik je net vertel. Door die diepgangacceleratie in mezelf en daarna bij hetzelfde te herhalen bij mijn studenten en cliënten, zodat zij dit ook vervolgens in hun eigen soul-aligned business en leven, hè, op diezelfde manier vanuit hun potentieel en vanuit hun energie kunnen gaan neerzetten en kunnen doen. Dus nu mijn vraag aan jou. Zit je vast in je leven en of je business? Kom je niet verder? Kom je niet verder terwijl je het zo, zo graag wilt? Dat diepe verlangen is er, maar je komt gewoon niet verder. Of wil je er meer uithalen, maar je weet niet hoe, je weet niet eens waar je moet beginnen? Ervaar je die sensatie van, oh, ik voel dat diepe, onverklaarbare verlangen. Ik noemde dat altijd mijn soulpool. Dat verlangen naar meer, naar diepgang, naar inzichten, naar groei en naar een nog dieper energetisch ontwaken. Maar hoe doe ik dat? Ja, ben je daar? Herken je dat, die vragen en vooral die antwoorden waar je naar verlangt? Of misschien herken je je wel in enkele of in allemaal? Nou, dan zeg ik top, want dan is dit moment geen toeval. En ik geloof sowieso niet in toeval, maar dan is dit jouw ziel die alles uit de kast haalt. En je letterlijk en figuurlijk, zeg maar, probeert wakker te schudden. Want ja, alles is verbonden. En zoals ik continu vertel, alles is energie. Dus hè, als het goed is, weet je dat wel. Op een multidimensionaal niveau gebeurt dit allemaal. Dus neem dit tot je, dit hoor en zie je niet voor niets. Dit is, zeg maar, synchroniciteit vol in actie, in overdrive. Dus alsjeblieft, sta op. Breek uit dat, zeg maar, dat uitstelgedrag. Procrastination, zo herkenbaar. Vooral als je empathisch bent. Hè, dan ga je stap vooruit en weer twee stappen achteruit. Alsjeblieft, luister daar niet naar, want dat is je oude angstprogrammering. Tony Robbins zegt altijd zo mooi: the biggest change is on the other side of fear. Nou, ik kan je vertellen, hè, the other side, fear, het is veel minder eng dan dat het nu lijkt. Echt waar, geloof me. Dus zet die angst om in een soort van excitement, spannende energie, alsof het de brandstof is om het onmogelijk lijkende mogelijk te maken. Ga over tot actie. Dat is de sleutel. Hoe kan je dat doen? Wanneer dit resoneert en wanneer je voelt, oké, hier ga ik gewoon van aan. Boek dan jouw vrijblijvende 15 minuten Soul Connectie Call met mij. En dan gaan we samen kijken wat de volgende stap is voor jou. We zijn allemaal anders. We werken allemaal in onze eigen timing en energie. Dus het is heel belangrijk om daar één op één naar te kijken. En dan kunnen we het samen meevoelen. En uiteraard is het ook belangrijk dat die energetische klik er is, hè, die match, want anders kunnen we sowieso niet elkaar helpen. Dus daarom is dat moment gewoon heel belangrijk, omdat ik wil voelen met wie en met welke ziel ik werk. Nou, belangrijk om te weten, alle tools die je nodig hebt om die diepgang in jou te accelereren, die zijn beschikbaar. Dus het maakt niet uit waar je staat. Sta je aan het begin? Of hè, heb je al een succesvolle onderneming, business neergezet, maar verlang je naar die diepgang? Nou, er is altijd dat next level. Er is altijd een plafond wat je mag doorbreken. En ik ben er. Ik ben er absoluut voor je met de juiste energetische tools in soul alignment om die oneindige wijsheid en diepgang in jou te heractiveren en accelereren. Dus nogmaals, voelt dit goed? DM me dan het woord diepgang. En dan stippelen we samen uit wat de beste volgende stap is voor jou. De link voor je gratis Soul Connectie Call van 15 minuten vind je in de show notes op www.lisettelucas.com/212. En dan wil ik gaan afsluiten en zeggen dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je tijd, je energie en ik zie je heel graag aan de andere kant. En heel belangrijk, onthoud, blijf shiften en upgraden naar die manifestatiefrequenties van Energy Joy en daar voorbij boven de gouden lijn. Ik spreek en zie je heel graag snel. Bye bye.
Dank je wel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme Energy Joy Mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energieslurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.